We zouden ons wat minder druk moeten maken omdat het mis zou gaan met het navolgen van coronaregels op feestdagen. Dat vindt burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Meestal gaat het namelijk prima. Zo liet Koningsdag in zijn stad ook weer zien. Op basis van de afgelopen 13, bijna 14 maanden heb ik al zo vaak de vraag gehad, gaat dit of als dat. Ja, maakt dus zorgen en dat valt dus mee. En ik doe het niet. Nee. Laat ik nou maar eens even lekker tegen de kont tegen de krip. Ik maak me geen zorgen daarover. Nee. Dat hebben we nu ook wel met Koningsdag gezien. We hebben dat ook op de eerste dag dat de terrassen beperkt weliswaar open gingen. We weten dat doorgaans goed te reguleren en mensen weten zich doorgaans ook goed te gedragen. Nu het lente wordt, gaan mensen wat meer naar buiten, maar dit hoeft helemaal niet uit de hand te lopen, denkt Bruls. Maar of dat uit de hand gaat lopen, te druk gaat worden, ik ben daar minder bezorgd over dan je soms wel eens op grond van alle mediaberichten zou geneigd zijn te delen. Er is geen aanleiding toe. Het hele gesprek met de burgemeester is zaterdag om 8 uur te zien op RN7 TV.